mag ik jullie voorstellen. Dit is Guus, de Golden Retriever van 8 weken, die sinds kort bij ons is. Ik ben van plan om Guus op te gaan leiden tot beurswaakhond. Guus is een hele goede waakhond, dat zien jullie meteen. Dus ik denk dat Guus een hele goede beurswaakhond gaat worden. Nou, zeg maar gedag Guus. Dag. Welkom bij weer een nieuwe Weekwatcher. Vorige week, in mijn laatste Weekwatcher, vertelde ik over de SPX, de S&P 500. Die was behoorlijk gestegen en ik vroeg me eigenlijk af, ja, gaat die nog verder doorstijgen? Ik heb hier op mijn scherm dat weerstandniveau van vorige week heb ik nog staan. En ja, ik had eigenlijk het idee dat de koers daar nou niet 1, 2, 3 doorheen zou gaan. Ik dacht, het was al zo gestegen en ja, de kracht was er misschien een beetje uit. Ja, en dat is precies wat ook gebeurde. We zagen woensdag, dinsdag al kleine negatieve candletjes. En donderdag ineens een hele grote gap down. Een hele negatieve dag. Heel veel aandelen die doken echt in het rood. En ja, vrijdag zag er aanvankelijk ook niet zo best uit. Maar in de loop van de dag herstelde de koers een beetje. Ja, en dat is dus nu waar we staan. Dus het lijkt er inderdaad op dat de koers moeite heeft in ieder geval om door dat weerstandniveau, die all-time highs van, wat was het, februari, te breken. Maar wat je dan altijd ziet na een paar negatieve dagen, dan komen analisten naar voren en die roepen meteen dat de grote crash is begonnen. Ik betwijfel het. Het kan best zijn dat nu die correctie eigenlijk een soort misschien wel nieuwe energie betekent om straks alsnog weer de weg omhoog terug te vinden. Dus ik zou niet te snel gaan roepen dat nu de grote crash in aantocht is. Dus nog even kijken naar de ETF, ook van de Nasdaq. Dit is de daggrafiek. Nou, dan zie je op de Nasdaq, die had ook een negatieve dag donderdag. Vrijdag ook wel, maar ja, die koers die zit nog gewoon boven dat stijgend MA20. En dat stijgend MA20 zit nog een behoorlijk eind boven het stijgend MA50. Dus ja, op zich is daar niet zo gek veel aan de hand. De Dow ook een behoorlijke gap omlaag. Maar goed, als je de grote lijn een beetje voor ogen houdt, dan is de trend, de opwaartse trend van de laatste, maanden niet gebroken. De IWM, de ETF van de Russell 2000, een beetje hetzelfde verhaal, gap down, een paar negatieve dagen. Ja, die zit nu een beetje onder dat MA20, iets meer moeite om misschien daar boven te komen. Maar ja, echt dramatisch kan ik het nou nog niet echt noemen. Als we nog kijken naar TLT. Nou, TLT, de week voor de afgelopen week ging die behoorlijk omlaag, is toen hersteld. En ja, ik vermoed dat die nu een beetje zijwaarts zal gaan bewegen. GLD. Nou, let niet op die enorme uitschieter hier naar onderen, want dat heeft dit programma wel vaker volgens mij. Maar wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, ik kan die trading range kan ik gewoon nog wat verder trekken. En GLD zit wel nu aan de bovenkant. Dus wie weet schieten we daar volgende week doorheen. Maar de afgelopen tijd per saldo heeft GLD niet veel gedaan. En ja, zilver, een beetje hetzelfde. Maar ja, het zou zomaar kunnen dat we volgende week al gaan meemaken dat die koersen naar boven uitbreken. Want wat ook wel opvallend was, en dan ga ik even naar een andere site. Als je deze grafiek bekijkt, kan hem denk ik niet veel groter maken. Maar je ziet hier de VIX grafisch weergegeven. En wat je ziet, dat heet wat er nu speelt, dat is backwardation. En je ziet dus dat de futures van de VIX, de juni futures, hoger staan dan de maanden die daarop volgen. En dat is voor de VIX redelijk, niet uniek, maar gebeurt niet heel vaak. In een normale situatie,
en die normale situatie die heet contango, dan zijn die futures van de dichterbij gelegen maand, die zijn altijd goedkoper. En de verder weggelegen maand, die staan altijd hoger, die zijn duurder. Ja, dat heeft er gewoon mee te maken hoe verder weg, hoe onzekerder. Hè? Hoe verder weg de toekomst, hoe onzekerder die wordt. Maar wat je dus nu ziet, is dat beleggers op dit moment veel onzekerder zijn voor de hele korte termijn dan dat ze over de iets langere termijn zijn. Dus ja, dat betekent toch wel dat er een hoop onzekerheid is in die markt. Dus wat dat betreft is het toch wel oppassen. Want als we even kijken naar de S&P. De laatste keer dat we dat zagen, backwardation, dat was hier, februari. Daar waren beleggers ook ineens heel bezorgd. Zie je, die koers die was een aantal dagen flink gedaald. Is toen iets gecorrigeerd en toen kregen we pas de echt grote daling. Dus ja, het kan natuurlijk alle kanten op, maar het is gewoon een beetje een onzekere toestand momenteel. Dus ja, wat zou je in zo'n onzekere toestand kunnen doen? Nou ja, je zou natuurlijk kunnen kijken naar een aantal grote bedrijven. Hè, aandelen van grote bedrijven die bijvoorbeeld in het Dow Jones staan genoteerd. En ja, die zijn natuurlijk heel liquide. En misschien dat je daar een aantal wat korter lopende optietrades op zou kunnen doen. Hè, dus niet te lang in de markt zitten, want ja, hoe langer, hoe onzekerder. Nou, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is, ik ga maar even kijken naar bijvoorbeeld een aandeel als Walmart. Nou, Walmart, daarvan zie je dat die eigenlijk al een behoorlijk tijdje nou, in een dalende trend zit. Hè? Is natuurlijk wel eerst gestegen, maar toch heeft behoorlijk wat teruggegeven. En ja, Walmart is en blijft natuurlijk een heel groot, aantrekkelijk, defensief bedrijf. Dus ja, wat je dan ziet ook, RSI staat behoorlijk laag. Ik kan nog even kijken naar Stochastics. Dat is een andere indicator, die staat ook laag. Dus je zou kunnen zeggen, nou, ik ben misschien niet heel bullish over Walmart. Maar de vraag is natuurlijk wel, gaat dit aandeel na die redelijk lange daling nog weer eens heel ver omlaag? Dus wat je zou kunnen overwegen, als je dus bijvoorbeeld mild bullish bent voor de komende maand, zou je bijvoorbeeld een bull put spread kunnen opzetten. Dus je schrijft een redelijk veilig eind onder die koers een put en je koopt ter bescherming een put. Dan heb je een bull put spread. En dan mag het aandeel nog een stukje verder dalen. Het mag zijwaarts bewegen of stijgen. Maar voor die bull put spread ontvang je een premie. En ja, als die koers niet verder naar beneden knalt, mag jij die premie gewoon houden. Andere strategie zou zijn een bullish calendar, waarbij je een put of een call, dat maakt op zich niet zo heel gek veel uit, maar laten we zeggen dat je een call schrijft voor de komende maand en bijvoorbeeld de maand daarna de call koopt van dezelfde uitoefenprijs. Dus dan krijg je een spread die eigenlijk verdeeld is over de tijd, in plaats van een verticale. Dus dat zou een mogelijkheid zijn. Nou, verder een aandeel als Johnson & Johnson. Ook een hele grote natuurlijk. Ik heb hier nog een lijntje onder die RSI staan. Wat je hier ziet, Johnson & Johnson is donderdag ook behoorlijk naar beneden gegaan. Vrijdag een beetje een ja, twijfelachtige dag. De koers is ietsje onder die van donderdag terechtgekomen. En is toen hersteld. Dus ja, je zou het een valse uitbraak kunnen noemen. Op zich is dat wel een redelijk bullish signaal. Maar wat je dus ook ziet, dan zal ik even een lijntje trekken dat overeenkomt met die RSI. Dalende koers en een stijgend RSI. Nou ja, dat is op zich ook wel een bullish signaal. Je moet dat soort dingen nooit helemaal geïsoleerd bekijken en daarop iets op gaan verzinnen. Maar oké, als je dus zegt, ik ben voor de komende tijd misschien nog niet super bullish over Johnson & Johnson, maar ik denk niet dat het nog heel verder zal crashen. Nou, dan zou je hier hetzelfde kunnen doen. Je zou hieronder dus weer een, misschien wel op de 100, nee, op de 130 of zo een bull put spread op kunnen zetten. Dus de 130 schrijven en 120 of 125 kopen. Ik heb nog niet gekeken naar premies. Nou, en als je voor de langere termijn in de markt zou willen stappen nu,
Ja, dan zou ik toch denken aan de edelmetalen nog steeds. Die zijn de laatste tijd wel een beetje gecorrigeerd. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Pan American Silver, zie je dan ja, de laatste, wat is het, 1,5, 2 weken is het wel een beetje gecorrigeerd, het aandeel. Maar aan de andere kant, het heeft al een behoorlijke stijging achter de rug. En ja, ik vermoed dat die koers nou niet heel veel verder onder dit niveautje, onder die 25, zal gaan duiken. Dus nou ja, voor de langere termijn zou dit een mogelijkheid kunnen zijn. Een andere, dat is ook een zilveraandeel, Silver Corp Metals. Die heeft ja, eigenlijk een lange, niet al te heftige stijging laten zien. Dus dat zit al in een mooie stabiele uptrend. MA50 stijgend, MA20 zit daarboven, dat stijgt. Dus ja, ook hier zou je kunnen denken, nou, als dat aandeel bijvoorbeeld hierboven uitbreekt, 5,15 bijvoorbeeld, dan zou je daar misschien met aandelen in kunnen stappen. Ik zal even kijken naar de weekgrafiek. Nou, je ziet eerst een grote stijging hebben we achter de rug. Het is nu al een tijdje zit het weer in een uptrend. Afgelopen week was een beetje, ja, kat uit de boom kijken, zal ik maar zeggen. Maar wie weet gaat dit aandeel zijn weg weer vervolgen. Ik heb hem al eens vaker genoemd trouwens. En wat had ik nog meer? Ja, een hele bekende natuurlijk, NEM, Newmont Mining. Nou, bij Newmont Mining zie je dat ook hier de koers behoorlijk is gecorrigeerd. Dit is nu ongeveer, nou, een kleine 20% vanaf die top. Dus dat is op zich misschien best een mooi instapmoment. Alleen moet je natuurlijk wel even wachten op het goede moment. Maar ja, het MA50 is nog steeds stijgend. Het is wel zo dat het MA20, maar ja, dan moeten we even afwachten dat neerwaarts dat MA50 misschien gaat kruisen. Ja, dus het is eventjes wachten, maar ik denk dat op dit niveau, hier ongeveer, wat zal dat zijn? Nou, 52,5 of zo. Je ziet dat daar ook vorige week die koers op is afgeketst. De bulls die zijn daarin gestapt. De koers is er al een keer eerder geweest. Dus misschien dat het aandeel nog ietsje verder daalt, maar dat het daarna weer gaat opveren. En dan kan het zeker zo zijn dat het weer dat niveau van ongeveer, nou, wat zal het zijn, 70 of zo weer gaat opzoeken. Dus nou ja, ook nu zijn er nog steeds weer kansen in de markt. Ik ga ook nog eventjes weer beursvizier noemen. Ik noem het bijna elke week. Maar ik denk dat het wel interessant kan zijn voor als je wil leren opties traden. Dat leer je natuurlijk het beste in de praktijk. En met beursvizier is het aardige. Daar stuur ik niet alleen elke 2 weken een zogenaamde beursvizier, hè, dus waarin ik de situatie op de beurzen beschrijf, dingen waar je op moet letten, of er verborgen divergentie is, of wat er met de olieprijs of met de obligatiemarkt aan de hand is. Maar ook doe ik mijn live trades, die deel ik met abonnees. En ik vertel altijd waarom ik instap in een bepaalde optiestrategie, waarom ik uitstap of eventueel aanpassingen doe. Dus ik krijg altijd te horen van abonnees dat ze dat heel leerzaam vinden. Dus zoals gewoonlijk zal ik weer een link onder deze video opnemen. Nou, zoals gewoonlijk vraag ik ook weer natuurlijk weer om een duimpje omhoog. Daar ben ik ook altijd heel blij mee. Je kan je ook meteen abonneren op mijn kanaal. Dan mis je geen enkele weekwatcher meer. Ja, en voor de rest ook nu weer heel hartelijk bedankt voor je aandacht. En ik hoop je volgende week weer terug te zien op dit kanaal. Tot dan!